ben Nathalie De Bruyker en werk bij het LUMC als onderwijskundige en programmacoördinator Blended Learning. En mijn naam is Floris van Blankstein en net als Nathalie werk ik in het LUMC als onderwijskundige. Daarnaast doe ik onderzoek naar onder andere peer feedback. In ons project Ask Your Peer hebben we een zelfgereguleerde peer feedbackcyclus geïmplementeerd. Tijdens deze video zullen we jullie meenemen naar wat het probleem was, om welke studenten het ging, wat onze doelen waren, welke interventie we gedaan hebben, wat de resultaten waren en tot slot de tips die we jullie willen meegeven. Wat was ons probleem? Masterstudenten zitten tijdens hun wetenschapsstage verspreid over binnen- en buitenland en zijn daardoor sterk op zichzelf aangewezen. Ze krijgen feedback van een begeleider op hun masterscriptie, maar niet vanuit andere perspectieven. Ze zitten in hun eigen bubbel en worden niet geconfronteerd met andere voorbeelden van masterscripties. Om welke doelgroepen ging het nu? Het ging om de studenten van de masteropleidingen farmacie, biomedical sciences en vitality and aging. Wat wilden we bereiken? Dat studenten zelfgestuurde peerfeedback kunnen vragen en geven, een belangrijke transferable skill, en daarnaast ook dat studenten wanneer nodig begeleiding krijgen tijdens het schrijfproces. Een uitdaging hierbij was wel dat studenten gewoon waren om enkel docentfeedback te ontvangen. Om dit te bereiken hebben we een zelfgestuurde peerfeedbackcyclus ingevoerd. Dit hield in dat studenten 4 fasen doorliepen. Eerst formuleerden ze hun eigen leerdoelen, doorliepen doelgerichte training, bekeken modelscripties en schreven hun masterpaper. Vervolgens formuleerden ze specifieke vragen over hun schrijven voor hun medestudenten. Als derde stap beantwoordden studenten in feedbackfruits de gestelde vragen van hun medestudenten en gaven waar nuttig extra feedback. En als laatste stap beoordeelden en verwerkten de studenten de feedback van hun medestudenten. Laten we nu kijken naar de resultaten van de interventie. Een analyse van een steekproef van de peer feedback toonde dat 50% van de peer feedback was gericht op de inhoud van de teksten. De overige 50% was gericht op schrijfstijl en tekststructuur. 75% van de feedback was opbouwend, de overige 25% bevatte positieve opmerkingen. Maar liefst 93% van de feedback bevatte concrete verbetersuggesties. Verder viel op dat studenten veel meer peer feedback gaven dan alleen antwoorden op de feedbackvragen. In een vragenlijst gaven studenten aan redelijk tevreden te zijn over het nut van de peer feedback, zoals u links ziet. En ze waren tevreden over de peer feedback als belangrijke vaardigheid in het algemeen, zoals u rechts ziet. In het algemeen gaven studenten aan dat ze verbetersuggesties en antwoorden op hun feedbackvragen nuttig voelden. Klachten over de te ontvangen feedback waren dat deze te oppervlakkig was, want slechts 1 peer kwamen of zelfs helemaal niet gegeven was. Niet alle studenten hielden zich dus strikt aan de opdracht. In interviews gaven docenten aan dat de feedbackvragen van studenten steeds meer focus hadden en dat studenten veel tijd aan de peer feedback besteden. Ask Your Peer werd daarom inmiddels opgeschaald naar andere onderdelen in het curriculum. Ten slotte willen we jullie nog wat tips meegeven. Als eerste tip willen we jullie meegeven om vaste deadlines te hanteren voor het inleveren van de papers en de peer feedback. Het geeft studenten houvast en duidelijkheid. Een tweede tip is om de peer feedback cyclus doorlopend in het hele curriculum in te zetten, zodat studenten steeds beter zelfgereguleerd feedback kunnen geven en vragen. Een derde tip is om bij innovatietrajecten als deze samen te werken in een multidisciplinair team van docenten, onderwijskundigen, actueeladviseurs en studenten. Dit levert veel goede, creatieve ideeën op en is motiverend voor alle betrokkenen.